goedemorgen lieve vrienden. Wees welkom bij weer een gloednieuw vlog. Ja, van mij, ikke, Corinne, Luisterburg de Jong, met mijn beestjes, zoals Frodo. En daar zijn er ook nog twee in de keuken. Eowyn, dat is die donkere, dat is Russisch blauw met wit. En dan het lichtgekleurde, ja, bruin, rood, rood, weet ik veel, oranje. Dat is Gandalf. En samen vormen we dus Corinna en de Beestenwol. Dus wees welkom op mijn kanaal. Ja, en abonneer je als je nog niet geabonneerd hebt. Vind je het allemaal leuk, dan liken vooral. En vind je het niet leuk, even goed liken. Ja, waarom ook niet? Ik was mijn muis even kwijt. Dus ja, dat is altijd leuk, toch? Ja, gewoon doen. Maar van harte welkom. Ja, ja. En het is vandaag woensdag 28 november 2018. En het is 10 uur 58. En ik heb het licht zelfs aan. Zo donker is het. Het is triest, het is grijs. Er is niks aan. Nee. Ik wacht op mijn begeleider weer. Die net zo, ja... Je zei, hij zegt, stelt zichzelf voor als Jak. Nou, wat is Jak? Jakiba? Ik vind me niks. Maar in ieder geval, ik noem hem ook Jack. Want je schrijft hetzelfde dan mijn man en die heette ook Jack. Ja. Dus ik bekijk het maar. Ik zeg gewoon Jack, daarmee basta. Af, klaar, punt. Daar wacht ik op. En ik zit ook nog, nou ja, wachten. Die komt ook best. En ik wil dan eigenlijk nog liever op mijn bed blijven liggen, maar doet het niet. Ik zit met een broodje en koffie. Ik ga daar lekker van genieten. Toen was ik wazig. Nou ja, ook niet erg, toch? Nee. Ik ben er weer. Maar het is ook zo ontzettend donker, hè? Hoe? Ja, zo, daarnet was het lichter. Nee, nou is het ook weer donker. Heel raar. Ja. Maar maakt mij niet uit, zolang jullie mij maar zien, vind ik het best. Toch? Ja? Ik zie mezelf wel, dus waarom ook niet? Nou, daar zit Eowyn. Eowyn. Kan al die zin water drinken. Op een hele aparte manier drinkt die water. Heel apart. Hé? Ja, ga maar door. Geweldig, geweldig. Maar oké, mijn begeleider is er en die mag niet op de vlog, dus ik hou er gelijk mee op. Ik zeg tot straks maar weer. Doei, doei. Ja, lieve vrienden, ik was hier bezig aan het werk. Aan een plaatje, maar ik ben zo moe. Ik zit half te slapen van dat ding. Gaat niet goed. Dus ik heb gedacht mijn hondje even naar buiten te doen. Die is buiten aan het... Wil je naar binnen? Kom maar. Nee, nog niet? Nou, hij wil nog niet naar binnen. Wacht er nog eventjes. En dan ga ik toch lekker eventjes een uiltje knappen. Ik ga lekker terug naar mijn bed. Want ja, ik ben echt back af. Dat heet wanneer je s'nachts amper kan slapen, je wilt wel, je bent doodmoe, maar je krijgt die slaap niet. Kom maar gauw, man. Oh, het is koud. Ik ben buiten geweest net weer, maar zelfs daar worden we niet wakker van, hè? Nee, ja. Je maakt weer een zwijnenstal van op het laag. Moet je zien, allemaal modderpoten. Ben ik blij dat er een laak op ligt, hè? Ja, ik wil kwispelen. Hé, kereltje. Maar ja, dat heet mijn hond. En als je dat niet wil hebben, dan moet je geen dieren nemen, toch? Daarom heb ik er ook een laken op. Oude, tenminste, ik heb twee lakens voor hem gekocht. Echt voor hem. Bruine lakens, dat ik op de bank kan doen. Maar nou heb ik van Chrisje ook
het een en ander gekregen. Dus ja, ik ken het zo even schoon als het moet. Dus het komt allemaal wel goed, maar nu even niet. Ik ga aan mezelf denken en niet aan een ander. Hè? Ja, we gaan lekker naar bedje toe. We gaan slapen doen. Laat de televisie gewoon aan. Alles gaat op slot, de poort is al op slot. Dus niemand kan erin. Nee. Bennen hier. Punt. NL. Ja. Dus lieve vrienden, geniet van jullie dag. Oh, nog een beetje te donker. Geniet van jullie dag. Ik ga lekker ook genieten. Maar eventjes zien dat ik mijn slaaptekort een beetje kan inhalen. Het zal wel niet, maar ik ben zat. Ze zeggen, tot strakjes. Ja, lieve vrienden, daar ben ik dan weer. Ik heb even op bed gelegen, zoals jullie weten. En ja, ik ben nog steeds moe. Ik heb wel even wat kunnen slapen, gelukkig wel. Maar ik had ook geen zin om mijn geweer aan te kleden. Dus ik denk, ja, ik hou lekker mijn pyjama aan. Kom maar, schat. Oh, die zit vast. Die is even buiten geweest. Ja, dat gaat zo niet, hè. Je hebt beiden op. Goed zo. Kom maar hier. Eerst dat vrouwtje weer afdoen. Even zoeken naar de gesp. Daar. Zo. Hé? Nat, hè? Vies nat weer buiten. Ja, het regent hier, mensen. Niet lekker weer, nee. Dan gaat hij eigenlijk op bed weer, om op je bed te blijven. Ja, en iedereen gewoon, ja, laat maar begaan. Maar ja, oké, dan slaap je s'nachts weer niet. Ik heb nou eventjes, ja, ik was echt zo moe, zo moe. Maar ja, nog wat. Voordat ik naar bed toe ging, moest ik even naar het toilet. En ik had voor mijn neus, dus dan op het toilet zit, heb ik zo'n handvat. En daar ga ik een handdoek op leggen. Tenminste, op hangen, moet ik zeggen. Dat hangt. Het is een buis waar je eigenlijk aan op kunt trekken. Stoot ik daar op een gegeven moment mijn hoofd niet aan? Oei, en dan heb ik toch een barstende hoofdpijn. Nou ja, het gaat ook wel weer over dat ik een oud jongetje ben, een oud kereltje ben. Ja. En anders maar niet, ik pech, ja toch. Leven gaat gewoon door. Wat mrouw. Wat mrouw. Ja. Wat? Hé, wat? Wat? Oh, nee, niet. Nee, je bent nat. Je bent ook net binnen. En dan moet ik geen diertjes op schoot hebben, dat weet je. Dat vind ik zo vies en smerig. Ja, dat wil ik niet. Het moet dus eerst droog zijn, dan mogen ze best op schoot. Ga maar op de kachel. Doe je anders ook. Dus ja, ik ga een bakje koffie maken, lieve vrienden. En ik ga van een bakje koffie genieten, koekje erbij. En dan zien we het wel. Ja. Komt allemaal goed. Zeker weten. Ja, ja, tot straks maar weer. Ja, ik heb de videopad aan het werk. Met de dag van gisteren erin. Dinsdag dus. En nou ja, ik hoop dat jullie die ook natuurlijk weer leuk zullen vinden als die online komt. Ja. De dieren hebben eten gehad. Nou ben ik aan de beurt. Ja, ik heb nog een kliekje stampot boerenkool over. En dan gaan we lekker even zien. Ribcarbonade bijbakken. En dan in de suppan. Ja, ga weer dicht. En ik heb ook champignonnetjes, want dat vind ik zo lekker. En nog een uitje. Ja, ga ik allemaal lekker bakken. Heerlijk, 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 heerlijk. Heerlijk! Ja, gaan we lekker doen. Ik liep iemand voorbij en die was nieuwsgierig. Die moest om te kijken. Wat is dat mens aan het doen? Nou, aan het vloggen. Ja, moet kunnen. Hé, Gandalf? Wat? Wat is je man? Hé? Ja, wat is je dan? Ik zie na een poesenaar op de grond liggen. Ja, ik kan er niet bij. Nee, maar dat hindert ook niet. Nee hoor, maakt allemaal niet uit. Het is maar een poesenaar. Ik zal hem zo oprapen, als ik er wel bij kan. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, ik ga lekker genieten van mijn eten. En ik kom straks nog wel weer even retour om het te laten zien. Ja, 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 ja. Tot straks.
En zo ziet mijn eten er dus nou lekkerder uit, hè? Ja, ja. Stampot boerenkool met een lekker stukje vlees, champignonnetjes en sippeltjes erdoorheen. Dat yummy, yummy, yummy. En een lekker rood afwas. Maar ja, maakt niet uit. Daar hebben wij een vaatwasser voor. Dus ja, dat komt allemaal wel weer goed morgen. Ja hoor, simpel zat. Dan ga ik lekker eten en ik zeg tot straks. Doei, doei. Ja, lieve vrienden, daar zijn we weer eventjes om jullie een welterusten te wensen. Ja, ik ga lekker naar bedje toe. Mijn hondje die is moe, mijn poezenbeestjes zijn moe, dus ik ben ook moe. Dus ja, naar Dromenland toe. Dus ik zou zeggen, welterusten en graag tot aan de andere kant van de nacht. Dan zien we elkaar weer, dan spreken we elkaar weer. Ik moet er bij tijds eruit, want de huishoudelijke hulp die komt morgenmiddag. Ja, 12:30 ongeveer, plus, minus, ja. Ze is er altijd eerder. Ze is rond 11:45 al. Kun je een bakje koffie doen? Ja, zo is ze. Eerst koffie, dan aan het werk. Nou, maakt niet uit. Het is gezellig. Eerst even lekker leuten en even babbelen. Gewoon leuk, gezellig. Dus ik zou zeggen, geniet van je nachtrust. En tot aan de andere kant van de nacht. Doei, doei.